Bewoners van het dijkhuis, onderdeel van het parkhuis, werden donderdagmiddag gevaccineerd. Meneer Jan Klaver was een van die gelukkigen. Heeft u er lang op gewacht? Hiervoor? Ja. Nee, zover ik mij bekend niet. Nee? Die spuit is op tijd gegeven. Het is allemaal netjes aangekondigd. Dus zonder problemen. Ja, heeft u er geen last van? Absoluut niet. Nee? En dan krijgt u straks nog een tweede? Ja, dat is voor de zekerheid, heb ik begrepen. Ja. Voor de ouderen in de gevarenzone. Ja, ook dat is geen probleem. Als we eenmaal gevaccineerd zijn, dat we een beetje terug kunnen naar het oude leven. En dat ze allemaal weer een beetje hun vrijheid terugkrijgen hier. Ja. Wat is er voor de bewoners nu anders? Heel hun dagstructuur is anders. En de contacten tussen de groepen, wij hebben 6 woongroepen. De contacten blijven eigenlijk op een eigen groep. Ze zien elkaar eigenlijk niet. Dus als wij gevaccineerd zijn, kunnen we weer een beetje normaal leven hier in huis. Weer met elkaar, we hebben hier een mooie biljart. Kunnen we weer biljarten met elkaar of een bingootje doen. Ja, dat missen ze eigenlijk het grotendeels. Is het hier allemaal goed gegaan? Hier is allemaal goed gegaan. Kijk, ik neem aan dat de directie van Parkhuis Dijkhuis die regels neemt die door de medici zijn aangegeven. Ik neem niet aan dat de directeur zegt van we gaan dit of dat doen. Nee, hij wacht eerst op gegevens van de medici die gespecialiseerd zijn in dit soort verhalen. Want we hebben vroeger ook al zoiets gehad van de Spaanse ziekte. Als dat goed wordt aangepakt, ben je er ook sneller vanaf en kost het minder geld.